Jasper de Jong en Daan Visser, jullie gaan vanmiddag een prestatie neerzetten. Want je gaat zwemmen, fietsen en hardlopen. En dat alles voor sterk en positief. Waarom doen jullie dat? Kun je dat in kort uitleggen? Ja, kort en bondig. We zouden Holte doen, de triathlon. We komen allebei uit Holte. In Holte loop je eigenlijk ooit een keer de achtste triathlon, als je een beetje stoere kerel bent. We hebben het gedaan voor de Stichting Sterker Positief. Omdat mijn vrouw in 2016 een hersentumor heeft gekregen. Ik ben anderhalf jaar geleden in contact gekomen met Charles via een omweg op internet. En hebben daar gecommitteerd om een bedrag binnen te halen. Holte ging niet door vanwege de corona. En toen hebben Daan en ik gezegd, nou dan gaan we het zelf doen. Heel erg mooi en heel dapper. En hoeveel geld heb je ondertussen al op je rekening staan, op de teller? Nou, het is niet op mijn rekening. Nee. Dat zou mooi zijn. Maar het geld staat inmiddels, ik heb zojuist nog gekeken, op €11.707. Dus dat is echt bizar. Dus daarvoor iedereen alvast bedankt voor hetgeen wat ze hebben gedaan. In april 2019 heb ik Stichting Sterker Positief opgericht. Ik ben zelf ook hersentumorpatiënt. Diagnose gesteld eind november 2017. En ben net als alle hersentumorpatiënten geopereerd, bestraald en een jaar chemo gehad. En tot mijn verbazing werd mij verteld dat hersentumoren ongeneeslijk zijn. Ja, dat is iets wat ik lastig vind om te accepteren. Vandaar dat we Stichting Sterker Positief hebben opgericht om geld in te zamelen voor onderzoek. En dat gaat goed? Hebben jullie al veel kunnen inzamelen? Ja, we zijn nu een dik jaar bezig. We hebben op dit moment de €80.000 grens gepasseerd. Door mensen zoals Jasper, die ook voor onderzoek strijdt, gaat het erg goed. Ja, en je bent ook speciaal vandaag vanuit Leiden naar Almelo gekomen. Ja, het is een prachtig initiatief wat Jasper en Daan hebben opgezet. En dat wil ik graag mijn steentje aan bijdragen natuurlijk. Je hebt zo net die Olympische triathlon die heb je volbracht. Ja, klopt. Wat is je eerste reactie? Ja, briljant. Dit geeft zoveel energie. Ja? Ja, dit is tof. En alles goed gegaan onderweg? Alles goed gegaan onderweg. Klein kroegje nog even aangetikt. Dat is Café de Boer. Die man die heeft Parkinson. Onlangs ook geconstateerd. Dus we dachten, naar hersenstichting steunen we die ook een beetje. Dus we hebben daar even hooi gezegd, even aangetikt. Waardoor we een kleine vertraging hebben opgelopen. Maar voor de rest ging eigenlijk alles volgens plan. Dus ik denk dat we een goede, oké tijd hebben neergezet. En het geld is ook binnengehaald wat we moeten halen. De focus was €10.000. En volgens mij zitten we ruim over de €11.500. En daar komt nog de actie van de Plus Supermarkt erbij. Dus ik heb het gevoel dat we dik over de €12.000 gaan. En hoe was het om zo Almelo binnen te komen met die vlaggen briljant. En al die mensen? Maar onderweg ook de steun en support van buren, familie, kennissen, collega's. Ja, super tof.